Je verliest weliswaar met 3-0 vanavond, maar ik denk toch dat jouw ploeg wel een compliment verdient, hè? Ja, dankjewel. Ja, dat denk ik ook. We hebben echt wel gevochten voor wat we waard zijn. En dat was ook wel ons doel om niet, of in ieder geval om wel strijdend ten onder te gaan. Ja, het was natuurlijk mooi geweest als we wel een setje hadden kunnen pakken. Maar dan laat dat team ook wel weer zijn klasse zien in het einde van de sets. Dus, ja. Na afloop zei de grote Robin de Cruijff van het zijn een stel strijdertjes die van Sliedrecht. Wat zeg jij dat? Dan zeg ik dat dat klopt, want dat zijn we ook. En ik denk dat we dat ook echt wel hebben laten zien. Dat we veel hebben verdedigd, ook blokkerend onze puntjes hebben meegepakt. En niet maar zo onze hoofd hebben laten hangen. Had je verwacht dat jullie vooral in set 2 nog zo dicht bij setwinst konden komen? Ik denk dat we in set 2 eigenlijk de hele tijd wel redelijk gelijk opgingen. Dat we zelfs een tijdje voor hebben gestaan. En we hebben eigenlijk volleyballend het wel goed gedaan. Taken uitgevoerd, ja. Zoals ik al zei, in het einde van de set laat dan dat team toch wel hun grote klasse zien. Dat zij eigenlijk net even een stukje beter zijn. Ja, en jullie trainer zei dat jullie misschien op het beslissende moment in die tweede en derde set waar het echt dichtbij kwam, toch die taken wel een klein beetje lieten schieten door de entourage. En van, oh, misschien kunnen we wel een set pakken tegen hun. Voelde dat bij jou ook wat extra spanning die laatste punten? Nee, eigenlijk niet. Ik was zo min mogelijk bezig met de stand. Ik denk dat dat in zo'n wedstrijd ook belangrijk is. Dat je gewoon dat loslaat en lekker gaat volleyballen. Er vallen wat balletjes. Wat misschien opvallend is boven de 20. Maar ook net zo goed eigenlijk op een ander moment had kunnen gebeuren. Maar dan is het jammer dat het natuurlijk net dan gebeurt. Vooraf had iedereen erover hoe goed de tegenstander wel niet was. Vorig jaar nummer 2 in Europa. Hoe heb je dat in het veld ervaren dat zij zo goed waren? Je merkt wel echt dat ze hoog tempo speelden in de aanval. Op de buitenkanten vooral. Dat onze blokkering de moeite mee had om te sluiten. En op het moment dat de blokkering dicht zat, dat ze eigenlijk ook wel of goede hoeken sloegen of eigenlijk gewoon over ons heen sloegen. Ja, dat eigenlijk. Daar zag je het vooral in. Ja. En wat maakten jullie zo goed vanavond, behalve het strijden? Ik denk dat onze paas best onder controle was. Ook op de sprongservice. Ik denk dat zij serverend ook wel veel fouten hebben gemaakt, wat ons wel heeft geholpen. En ik denk dat Esther Hullegie en Lea Verrooyen aanvallend goede zaken hebben gedaan voor ons. En wat is het verschil met de Nederlandse Eredivisie als je dit vergelijkt dan op zo'n avond? Het is allemaal hoger, harder, sneller. Ja. Met wat voor intenties ga je nu naar Italië in richting die wedstrijd zaterdag? Ik denk minstens hetzelfde niveau weer neerzetten. En we gaan weer voor om een setje te pakken. En als er meer te halen valt, dan valt er meer te halen. En anders, dan willen we in ieder geval net zoals vandaag gewoon weer goed volleybal laten zien. En laten zien wat we kunnen. Gisteren hebben we ook jullie assistententrainer gesproken. Die zei ook, de dames moeten ook genieten. Is dat gebeurd vanavond? Zeker, ja. Ik zelf heb echt genoten van elk punt dat we maakten. We hebben super mooie rallies gespeeld, super mooie punten gemaakt. En je weet dat je af en toe een harde bal om je oren krijgt of hard wordt afgeblokt. Maar daarna, als je dan een punt maakt, is het eigenlijk weer extra zo mooi. En geniet je daar weer extra zo veel van. En ik denk dat iedereen dat wel hetzelfde had. Ja, en af en toe zet je zo'n zaal, die ontploft hier volledig, moet ook een mooie ervaring zijn, hè? Ja. Aan het begin werd er nog gezegd van de sfeer die er in de stoep was is nog niet helemaal terug. Maar ik denk dat dat na vandaag niet meer zo is, want de sfeer was echt fantastisch.